Het is koud en guur. Deze 2 december. Ik heb thuis lekker knus. Kaarsen, wijntjes. Misschien gewoon een goede versnapering. En dan hopelijk genieten van een mooie pot voetbal. Hier in Almelo tussen Heracles en Sparta, waar dan ook nog eens de sneeuwvlokjes langzaam naar beneden dwarrelen. Duel tussen de huidige nummers 10 en 7 van de Vaderlandse Eredivisie. Het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen is slechts 3 punten. Heracles kan dus vandaag bij winst Sparta achterhalen. En een mooie gooi doen naar een plek in het linkerrijtje van de Eredivisie, waar Sparta bij een overwinning weer over Heerenveen heen gaat, dat gisteren wist te winnen van Almere. En dan dus ook weer de nummer 6 zal gaan worden. Komt Sanko weer tot scoren. Zijn hattrick tegen Almere heeft hem vast en zeker vleugels gegeven. Veldhuis. Die bal komt bij Brim terecht. Moutinho wil hem hebben, al een tijdje. Maar de weg wordt afgesneden door Wiekhoff. Toch de voorzet dan maar van de Canadees. Missertje van Engels. Niet op een heel handige plek voor Heracles. Deze vrije trap die Sparta mag gaan nemen. Hij concentreert zich. Jonathan de Guzman. 1 doelpunt tot nu toe dit seizoen. Goede redding Brouwer. Binnen zijn bereik ook. Eerste doelpoging in de 7e minuut. Veldhuis. Brim. Sanko, dit is wat Heracles wil. Bal vasthouden, dat lukte Sanko ook al tegen Almere een aantal keer. Nu ook, en hij gaat zelf schieten. Bal van richting veranderd en die gaat maar net naast. Excuses van Sanko aan ploeggenoten, want er waren wel afspeelmogelijkheden. Metinho. Dat is een leuk begin. Een aardig vervolg. Met Lauritsen en Kitolano. Veldhuis. De enige van de 10 veldspelers die nog geen minuut miste dit Eredivisie seizoen. Los natuurlijk van de keeper. Kitolano. Afleggen op Negli. En dan uithalen, maar dan ligt die bal niet goed voor Negli. En dat is toch echt zijn eigen schuld. Daar wordt een bal goed verlengd en dan is het voor Limbombe niet raak blijkbaar. De bal van de lijn gehaald. Het scheelde niet veel. Het scheelde in deze wedstrijd nog niet zoveel. Een wanhoopsdaad van Olij. Die schrikt dat de bal op hem afkomt. Hij voorkomt dat doelpunt. Wahim. Roosken. Met links kan hij nu schieten. Roosken! Moest hem eerst aannemen met zijn verkeerde been. Legt hem vervolgens voor zijn goede. Van de kust is niet de langste. Kan die bal ook niet goed verwerken. Limbombe wel. Geeft voor en Sanko. Met de eerste serieuze mogelijkheid in deze tweede helft. Spelers gemist bij de Almeloers. Lauwersen, Hornkamp, Van Oorschot. Allemaal een flinke tijd eruit. Bakboord is er niet bij. Maar dan gaan we toch echt de twee linies naar achter. Wahim, Sanko niet, maar Limbombe wel. Die bal gaat er ook niet in. Die ballen van Limbombe, het zijn er nu 2. Als een magneet naar dat fluoriserend oranje van Olij. Hij kan het niet geloven. 2 van zulke opgelegde kansen. Ze gaan er niet in. Wahim met die voorzet. Sanko net niet. En dan staat hij echt helemaal alleen daar. Limbombe tegenover Olij. Limbombe. Weer zo'n magneetbal. Maar dit was toch wel de minst grote kans voor hem.
deze wedstrijd tot nu toe. Prim. Van der Kust. Onderschepping van der Kust. Foutje Sonnenberg. En dan is daar Kito Lado. En staat het 1-0 voor Sparta. Er was toch absoluut geen sprake van een overwicht voor de Rotterdammers. Maar ze worden hier echt enorm geholpen door Sven Sonnenberg. Die heel slecht uitverdedigt. De bal in de voeten van Van der Kust schuift. En vervolgens is het echte schuiven een klusje voor Joshua Kito Lado. Hoogma. Ruben Rooske. Hoogma hard. Maakt voor Vriets niet uit. Wiekhoff. Geen slechte voorzet. Maar er moet er wel iemand tegenaan lopen. Scheperman lukte dat niet. Die leek er nog het dichtst bij te zijn. Satriano dus. Pas de vijfde keer dat de Italiaan gaat spelen. Hij vervangt Sanko. Dat betekent dus dat er vooral een verse spits het veld in komt. En niet dat Lammers nog meer risico gaat nemen. In zo'n moment, daar is Heracles naastig naar op zoek. Bruns. Scheperman. Roosken. De keersmaker wil hem hebben en krijgt hem ook. Schiet hem maar. Bal aangeraakt. Satriano. Hansel. Bruns, geen controle. Lauritsen. Doet dat niet goed. Roosken. Wil toch met zijn linker wat doen. Zoekt hij het contact wel heel erg op met zijn tegenstander. Daar wil Van der Graaf niets mee. Negli. En daar de Guzman. Die nog niet. Maar warmer dan wel. Nee, ook niet. Zo blijft Heracles nog in leven. Brouwer. Voorkomt dat doelpunt. Dan had het ook gewoon al klaar kunnen zijn. Kito Lado is de matchwinner. Met dank aan Sonnenberg. Die een kolossale fout begaat. Dat kost voor Heracles uiteindelijk een punt. En Sparta levert het 2 punten extra op. Want je kan toch wel spreken van een echte 0-0 wedstrijd hier in Almelo vanavond. Het wordt echter 0-1.